Een hele goede avond. Yes, we gaan even snel een hele korte, krachtige, snelle TA doen. Zoals hij de thumbnail het eigenlijk al zegt. Waar kunnen we naar kijken voor vandaag. Uh, voor vanavond misschien zelfs. Uh, en dan kom ik eigenlijk morgen gewoon terug met een technische analyse bij Natuurlijk Bitcoin Magazine. Maar goed, dus ik ga niet een heel uitgebreid weekendplaatje doen. Ik ga enkel even analyseren wat we voor nu kunnen zien. Yes, en dan hebben we de grafiek voor ons, want we hebben zojuist een dump gekregen. Uh, maar is dit het einde van deze dump? Nou, op dit moment, voor nu, houdt hij zich keurig stabiel op die 61.000. Uh, het enige waar ik een beetje mee zit is dat dit een 1-2 is, dit is een 3, dus nu een 4. Misschien nog één push naar beneden, dan een 5. Maar we hebben het vaak gezien of dit, of dit is het al. Um, en wat ik daarmee bedoel, dan dat we te maken hebben met een WXI. Um, en dan gaan we richting die, die, die Golden Pocket van 65.000. Maar voor nu, voor vanavond, waar het, heel erg voor belang waar het heel erg belangrijk voor is, is dat wij. Nu kijken naar hè, misschien een Bullish Divergentie. Maar hij moet toch echt wel hier blijven houden. Want um, ja, anders vervalt, anders komt die RSI diep. Op de 2 uur hebben we al geen Bullish Divergentie meer. Um, en voor nu is dan dit ook mijn key support. Als we hem even snel op deze manier tekenen. Zie je ook dat we recht een bounce hebben gehad op de 1,236 tot 1,272. Dus dat is perfect eigenlijk. Um, hij zou eventueel nog verder kunnen zakken naar 60.400. Kier eronder kan wel, dat is, dat is niet erg vanaf daar moet hij echt wel omhoog. Want als hij dat level verliest, ja, dan uh, verwacht ik eigenlijk flink verdere targets richting de 58.000. Maar dat is niet het main plan. Voor nu is het mainplan plan dat ik eigenlijk wel een bountje verwacht vanavond uh, straks. Het is natuurlijk wel Freaky Friday, moeten we niet vergeten, en dat wij dan vanaf hier. Uh, dit weekend uh, een impuls gaan krijgen, dan weer een correctie gaan krijgen, en dan misschien een inverse head shoulders. Boom! En dan zie je hier een mooie inverse head shoulders. Zo, so, dat is een beetje dan iets waar ik naar kijk voor nu, voor de setup. Um, en dan het weekend, misschien morgen dat we hier al uh, zijn en dan ja, bij de technische analyse morgen bij Bitcoin Magazine, zal ik je gerust verder meenemen in wat wij volgende week um, kunnen verwachten en natuurlijk hè, wat we dat weekend kunnen verwachten, want misschien speelt dit stukje waar we nu zijn wel heel erg anders uit. Um, dan wil ik eigenlijk ook nog wel, aangezien het toch heel erg spoedig is, wil ik ook voor Ethereum eigenlijk een beetje hetzelfde scenario in kaart brengen um, en daar de levels voor bespreken. En met Ethereum kijken we dan ook naar de blauwe box die we hier hebben getekend en Ethereum kijkt, dan ook naar uh, ja, dat hij nu ook op zijn baanzone zit zou zelfs een 39,70 mogen vallen, max 39,10. Uh, maar als hij dan ook die 39,10 verliest, dan is het foute bol Ik denk het eerlijk gezegd niet dat hij dat in één klap zomaar verliest, want hier is ook heel sterk, sterk weerstand. Of sterk support op dit moment, sorry. En dat komt ook uit die. Uh, ja, dat is rond 38,95. scheelt een paar dollar. Dus ja, die blauwe box is voor mij ook een buy box. En hoe zal dan Ethereum eruit komen zien? Ook op deze manier. En dan ook weer richting die 42,20 uh, ongeveer plus minus. Um, ook die kunnen we natuurlijk op dit moment al targeten. Uh, als we hem op de 1, 2, 3, 6 zetten, dan zou het maximaal 42,24 kunnen gaan. Uh, waar we de bounce heen zullen krijgen. Goed, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken. Kort krachtige video. Um, Heel kort zie ik, 3,5 minuut. <laughs> Mocht je dit leuk en interessant vinden, duim omhoog wordt zeer gewaardeerd. En dan zie ik je snel in een nieuwe video. Yo, fijn weekend.